Misha Bredenwold soleert naar Europese titel op Vanberg. Sjoelvereniging De Brikkenmikkers viert bijzonder jubileum. En viervoeters en hun baasjes genieten van speciaal festival. Dag 4 van het Europees kampioenschap wielrennen in onze provincie zit erop. En dat leverde goud op voor Slovenië. Anze Rafbar won vanmorgen goud in de juniorenwedstrijd. En onze Tom van der Werf uit Anne was de beste Drent op de vijfde plaats. De vrouwen gingen vanmiddag in Meppel van start voor een koers over 130 kilometer. En de finish hier op de Vam in Wijster. Nog één keer achterom kijken. Dit is nog een stijl stukje van 16%. Alles eruit. Maar het ritme is er nog. Het ritme is er nog. Ja, zij nemen pas die laatste bocht. Je zou zeggen dat dit voldoende moet zijn. Wat gebeurt hier? Kopecky komt achteruit. Roept al de naam. Bredenwold, daar gaat Kopecky. Wiebes heeft het gezien. Zich niet laten verrassen. Maar dit is vooralsnog de strijd om zilver en brons. Want daar komt Bredenwold. Bredenwold komt hier. Ja! Daar gaat Wiebes Kopecky voorbij. En Bredenwold gaat het redden. En Bredenwold is Europees kampioen. Fantastisch! Wat een race! Wiebes tweede, Kopecky derde. Nou, wat een Nederlands succes. Meerdere asielzoekerscentra in Drenthe hebben vandaag hun deuren opengezet voor buurtbewoners. Een van de asielzoekerscentra is die in Paterswolde, dat sinds december 2021 is geopend en waar maximaal 148 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Wij doen eraan mee omdat we het belangrijk vinden om de interactie en de samenwerking met de buurt te hebben. Maar ook dat de omwonenden de gelegenheid hebben om te kijken wat er allemaal speelt en leeft op een locatie. Bewoners zijn actief betrokken bij de activiteiten voor de open dag. Zo is er de gelegenheid voor omwonenden om waterpijp te roken en om een henna-tattoo te laten zetten. Wij als organisatie faciliteren de mogelijkheid dat we deel kunnen nemen aan de Nationale Burendag. Alleen het is voor en door de bewoners is het georganiseerd. Zij zijn dus betrokken bij de activiteiten en de inzet en beweging op de locatie. Er werd ook gedanst. Een buurtbewoner benadrukt dat er sinds de opening maar één keer een incident is geweest. Dat vind ik wel een pluspunt voor deze locatie, dat ze alles zo goed in de hand hebben. Iedere dag lopen de bewoners van het asielzoekerscentrum door de buurt zonder problemen. De eerste keer dan zeggen ze altijd salam aleikum. En dan zeg ik malaikum salam. Maar de tweede keer zeg ik heel duidelijk, goedemorgen. En dan de volgende keer, goedemorgen. Zeggen zij allemaal goedemorgen. Ondanks de regen trok de open dag in Paterswolde ongeveer 160 bezoekers. Een ludieke actie vandaag op de Nieuwe Markt in Groningen. Daar is aandacht gevraagd voor het Shell Papers onderzoeksproject. RTV Drenthe, RTV Noord, Follow the Money en Platform Authentieke Journalistiek onderzoeken al jaren de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid. Via WOP-verzoeken in 2019 zijn er meer dan 2500 documenten vrijgekomen. De journalistieke organisaties werken samen aan de analyse van de documenten. Vanochtend is er een vrijgegeven document onthuld in Groningen om aandacht te vragen voor het project. Ook het onderzoeksteam beantwoordde vragen. Mensen kunnen zich ook nog steeds aanmelden om te helpen bij het analyseren van de duizenden documenten. Dit is geen gelukstreffer, maar het resultaat van jarenlange ervaring. Grades Mensen sjoelt namelijk al 40 jaar bij sjoelvereniging De Brikkenmikkers. Hij was er vanaf het begin bij en de club uit Krasineveen viert vandaag het jubileum. 40 jaar wordt het niet blim. Want dat is een eind, want dat kun je normaal los nooit. 40 jaar Brikkenmikkers dus, want dit ding noem je... Het is een brik. Niet een steen? Nee, het is een brik. Het is van hout en het is ook geen steen, het is van hout. Of een houtje misschien? Nee, het is gewoon een brik. Vandaag is het jubileumtoernooi van de club met deelnemers uit onder meer Assen, Klazinaveen en Hardenberg. Het is een ons kent ons. Als ik kijk naar 35 jaar geleden, het zijn dezelfde gezichten die ik nog steeds zie. En er komen weinig nieuwe mensen bij. De sport vergrijst en het ledenaantal van de Brikkenmikkers schommelt de laatste jaren rond de 25. We proberen zoveel mogelijk leden te krijgen, maar het is erg lastig. Wij willen graag met jeugd hebben. En hoe komen we eraan? Die telefoon die heeft eigenlijk alles bedormd. De afgelopen 40 jaar, ook de tijd voor mobiele telefoons, heeft Grades allemaal vastgelegd in fotoboeken. En Ellie, die wereldkampioen is, die staat daar. Toen was ze nog een stuk
een stuk jonger. Uitstekende resultaten van de stoelclub De Brikkenmeggers. Ja, nou, Weder hebt altijd geweldig goed gedraaid. En ook vandaag wordt er geweldig goed gespeeld, al draait het vooral om de lol en gezelligheid. 40 bakken worden er gesjoeld voor de 40 jaar dat de vereniging bestaat. En als het aan gratis ligt, komt daar nog lang geen einde aan. Nou, ik hoop dat ik 100 word. Want zolang als ik zo ben, doe ik ook die. Heb ik ook de jongens. Je wordt in zijn vereniging, maar het kan allemaal. Dus je moet nooit de moed opgeven. Je kunt altijd nog wat leren. 140. Op de meeste festivals zijn honden niet toegestaan. Maar op dit festival in Wezepenbrug wel. Tijdens het zogenoemde Woef Weekend Festival kunnen ze samen met een baasje genieten van allerlei activiteiten. Wij organiseren meerdere hondenevenementen. En wat we eigenlijk nog misten is echt een weekend. Een heel weekend dat je gewoon lekker bezig bent met je hond. Maar ook samen bent met andere hondenliefhebbers. Wij dachten gat in de markt. De 150 deelnemers kunnen hun eigen programma indelen. Kanoën met de hond is een van de vele activiteiten. Samen met de baasjes zijn, dat is eigenlijk het meeste waar de hond dan van geniet. De kliniek Hond en Hersenwerk is ook erg in trek. Wat wij eigenlijk willen laten zien is dat je met je hond dus eigenlijk veel meer kan doen dan alleen maar wandelen. Je kunt je hond echt aan het werk zetten. En dat is bijvoorbeeld handig voor zieke honden die fysiek niet meer zoveel belast mogen worden. Of dus pups, die je dus wel uitdaging wilt geven. En daardoor doen we met huistuin en keukenspullen, proberen we de mensen te activeren om ze ook met hun hersenen te laten werken. Het idee voor het festival bestond al heel lang, maar een geschikte locatie was er steeds niet. Tot de organisatie op Molenkatenpark Kuienpad in Wezepenbrug stuitte. Nou ja, dit is gewoon perfect voor Woef Weekend. Alles komt samen hier. We hebben genoeg ruimte, water. Dus perfecte locatie. Nou, ik weet niet wat ik zie hoor. Ik vind het hartstikke leuk. Goed zo. Ja. Ik heb zelf een Franse Bulldog en een kruising Border Collie. Maar ja, we zijn nu even druk. Maar we gaan zeker meedoen met de activiteiten tijdens Woef Weekend. Absoluut. Vanavond kan er eerst nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 7 of 8 graden en op sommige plekken kan wat mist ontstaan. Goed nieuws, vanaf morgen keert de nazomer weer een tijdje terug. Zo is er morgen veel zon, maar ontstaan er ook stapelwolken. Het wordt zo'n 19 graden. Ook maandag en dinsdag blijft het mooi weer voor de laatste week van september. Zo schijnt de zon en soms is er wat bewolking. Het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag komt er later op de dag meer bewolking en kan het 's avonds gaan regenen. Tot zover deze Drenthe Nu. Een heel fijne avond en graag tot morgen.